Hallo iedereen, Pieter hier, oftewel Oom op een bakvis met vandaag een nieuwe commentary. Vandaag heb ik All or Nothing Knife Only gameplay voor jullie. En dat sluit wel even mooi aan bij mijn echte onderwerp. Mijn echte onderwerp is namelijk waarom ik zo graag Knife Only ga in All or Nothing. Ik heb er een paar vragen over gekregen en ik denk van ja, het is eigenlijk wel een goede vraag. Want als je het puur objectief bekijkt, is het eigenlijk onzin. Waarom zou je jezelf iets moeilijker maken? Maar voordat ik daarover ga beginnen, wil ik jullie bedanken voor de 500 likes op mijn vorige video. Ik kan jullie niet genoeg bedanken, maar ik doe het toch maar even. Iedereen die op de like-button heeft gedrukt, jullie verdienen allemaal een schouderklopje, een bro-fist. Ik weet het niet allemaal. Ik ben jullie gewoon ontzettend dankbaar. Laten we daarop houden. Deze video weer een nieuw limiet. 500 likes, morgen weer een like. Dus, of morgen weer een video en dus ook morgen weer een like als je echt een trouwe abonnee bent. En dan hit that like-button zou ik zeggen. Maar snel even over op mijn echte onderwerp. Waarom Knife Only? En ik heb hier dus een paar vragen over gekregen en telkens beantwoord ik die vraag van ja, weet ik eigenlijk niet. En ik zat zo te denken in mijn bed. Wel, denken als je in je bed bent of onder de douche, dan kom je altijd de geniaalste dingen tegen. De geniaalste ideeën krijg je dan. En ook op de fiets krijg je dat ook. Ik weet niet precies waar het aan ligt, maar op een of andere manier is het zo. En ik dacht zo van ja, waarom quickscopen mensen überhaupt? Hardscopen is toch veel gemakkelijker en dan gewoon met je secondary daar ergens dichtbij gaan zitten. Ik bedoel, quickscopen slaat dan ook helemaal nergens op. En toch doen mensen het. En waarom maken mensen zich het zelf moeilijker? En ik denk dat mijn antwoord hierop is, het is gewoon ontzettend chill gevoel als je gewoon een moeilijke kill krijgt. Als je jezelf een limiet stelt, zoals hier Knife Only, en je wint dan, geef je dat een ontzettend cool gevoel. En daar heeft ook nog bij dat de knife kill echt een best wel een chuck geeft. En dat die chuck, die doet het wel echt. Dat is wel even een lekkere chuck. Je hebt vieze chucks, je hebt lekkere chucks, je hebt middelmatige chucks. Je hebt goed doorbakken chucks. Nee, maar gewoon even. Het geeft een chill gevoel als je een kill maakt. Dat is één deel. En ik denk dat een ander deel ook gewoon even kijken is om te kijken wat je allemaal kan, weet je. Knife is een belangrijk onderdeel van Call of Duty's in het algemeen. Waarschijnlijk wordt het in Black Ops 2 wat een beetje. Wordt knife niet meer zo belangrijk. Knife wordt waarschijnlijk equipment, dus dan is het hetzelfde als een perk. En ik denk toch echt dat ik liever een wapen zou hebben dan een knife. En, of liever een eerste. Ik weet niet precies. Ik denk nog liever dat ik twee primaries zou hebben dan gewoon één knife. Helemaal waar ik kan knifen. Dus ik denk dat daarom een beetje. Het chille gevoel en het jezelf een challenge stellen. Maar de gameplay zit er alweer op. Vond je hem leuk? Geef hem dus een duimpje omhoog. Misschien een favorietje, dat helpt mee. En 500 duimpjes omhoog, je weet het. Betekent morgen weer een video. En ik check jullie bij de volgende commentary, gasten. Later. Voor mijn hoofd. Dat is het je hoofd.